Nu we niet zoveel naar buiten kunnen, zoeken we toch naar andere mogelijkheden om onze informatie te vergaren of dingen te luisteren. Zoals bijvoorbeeld de podcast Vertel mij wat. Welkom Melvin. Ja. Jij bent een van de bedenkers van de podcast Vertel mij wat. Ja. Hoe kom je op het idee om een podcast te gaan maken? Nou, het verhaal begon eigenlijk dat we waar gebeurde verhalen in de kroeg wilden gaan vertellen. Dat was een initiatief van Paula Smit. Die had dat bedacht, dat ze dat zo leuk vond. En met een groep mensen en dat organiseren en publiek erbij en mensen een verhaal vertellen. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee. En toen was stap 2, zullen we dat dan alleen in Acquoy doen? Of zullen we dat in het kader van de herindeling in verschillende kernen van de nieuwe gemeente West-Betuwe gaan doen? Zodat we een soort reizend circus krijgen en mensen van het ene dorp naar het andere dorp kunnen om bij elkaar verhalen te horen. Dat werd toen het idee en toen had ik ineens bedacht, ja maar wacht even, daar kunnen we daar ook een podcast van maken, want dan houden we die verhalen vast. Dan kunnen we ze uitzenden, kunnen mensen op eigen tijd en plaats luisteren. Mm-hmm. En blijven die verhalen ook behouden, ook als over 50 jaar, als die mensen misschien al lang overleden zijn, maar dan heb je die verhalen nog vast liggen. En wat voor verhalen moet je dan denken? Want jij zegt eigenlijk over West-Betuwe in dit geval, hè? Echt over vroeger of ook over nu? Nee, het criterium is dat het alles kan zijn. Het kan grappig zijn, het kan inspirerend zijn, het kan angstigend zijn, het kan ontroerend zijn, het kan best wel schokkend zijn. Dat je denkt, wow, dat is wel even heftig, dat komt binnen. Maar het kan ook iets heel simpels zijn. Of iets, en het idee is, het moet op een manier iets met de Betuwe te maken hebben. Dat het verhaal zich daar afspeelt, dat het iemand die nu in de Betuwe woont, die dat heeft meegemaakt. En dat je zegt, god, buurman, heb jij dat meegemaakt? Of buurvrouw? Dus nou, die link die is er altijd wel. Want het zijn toch ook over het algemeen mensen uit de streek zelf die de verhalen vertellen. En dan mag het dus overal overgaan. En begeleiden jullie dat ook? Of is er gewoon iemand die dan een soort van interruptiemicrofoon heeft en dan zegt van, goh joh, ik kom hier even mijn verhaal vertellen? Nee, we hebben wel echt spelregels, want de truc is, en dat heeft dan toch een beetje met de theateropstelling te maken, dat we allemaal even aan het luisteren zijn in zo'n zaal. We hebben een kaars. Als de kaars wordt aangestoken, dan kan de hele zaal even concentreren op dat kaars aansteken. En dan weet iedereen, oh, het verhaal gaat beginnen. Dan gaat degene vertellen, dat duurt gemiddeld 8, 10, 12 minuten. Mm-hmm. En als dan de kaars wordt uitgeblazen, dan weet de zaal ook, oh, dit was het verhaal, we kunnen applaudisseren en even lachen en even verzitten en weet ik het. Dus dan heb je even een soort concentratiemoment door die kaars. Dat is een van de regels. We hebben verder niet echt dat we dan die verhalen vooraf gaan luisteren. We weten meestal wel van, nou, het gaat ongeveer hierover. Mm-hmm. En we leggen natuurlijk ook een beetje de spelregels uit van hoe werkt het dan. Een belangrijk criterium is dat mensen het moeten zelf hebben meegemaakt. Dus we gaan liever niet verhalen over andere mensen vertellen. Ja. Maar het moet iets zijn wat bij mensen zelf is binnengekomen, zou ik maar zeggen. Kun je eens een voorbeeld noemen? Dat je zegt van, goh, want ik neem aan dat je er alle keren bij bent geweest. Dat ja. jij zegt van, joh, dit is nou een verhaal waar ik echt eigenlijk wel van onder de indruk was. Nou ja, onder de indruk of dat het blijft hangen of weet ik het. We hebben inmiddels 70, 80 verhalen gehad of zo. En we hebben er iets meer dan 65 op de podcast nu staan. Toevallig ben ik nu ook met columns bezig in de krant, in het weekblad West-Betuwe, zodat het ook weer even op papier de aandacht krijgt waar de verhalen over gaan. Heb ik net een column geschreven over de windhoos die in 1967 ergens, uiteindelijk in Tricht heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Maar die windhoos die is bij het knooppunt Deil ontstaan. En die is ook door het Deilse veld gegaan. En we hadden een van de eerste vertellers. Die heeft dus het verhaal verteld hoe hij daar hij was 2 of 3, maar hij herinnert het zich nog. Ook omdat het toen zoveel indruk heeft gemaakt en dat bleef natuurlijk maar verteld worden. Maar hij heeft dat beeld ook nog echt in zijn hoofd zitten. Dat dus die windhoos ook langs hun huis kwam en dwars door hun huis bij wijze van spreken ging. Dat hele huis half verwoest was met glas en takken en bomen, alles lag overal dwars. Het huis bleef staan, maar er was heel veel schade. Dakpannen er allemaal af en weet ik het. En dan vertelt hij heel erg vanuit zijn eigen perspectief, ja, wat daar gebeurde.
En die windhoos was net geweest. En dan valt het ineens weer stil of zo. Dat is dan heel raar, want dat gebeurde midden op een zomerse dag. Ja. Dat het ineens hard ging waaien. Ineens storm, ineens alles kapot. En daarna weer niks. Kalmte. Dat je denkt, huh? Wat is hier gebeurd? Ja. Een heel raar moment geweest. En hij is toen als peuter even van het huis weggelopen om eigenlijk gewoon te kijken van wat is hier allemaal dan gebeurd. En toen kwam de buurman aangelopen. Maar die was in de veronderstelling dat de hele familie was uitgeroeid en dat hij eigenlijk alleen de enige liep. Overlevende okay. was. Ja. Dus die buurman die riep zoiets van, ben jij de enige die het overleefde? Ja. Ja, goed, ik vertel het nu na. Maar het bijzondere is dus om dit soort verhalen van de mensen te horen die dit echt beleefd hebben. En hebben jullie daar nog andere plannen mee? Dat je zegt van, goh, we willen daar nog groter of we willen dat nog verder? We hebben in principe gewoon gezegd, we doen dit 4-5 keer per jaar. Want het is allemaal vrijwilligerswerk, mm-hmm. dus we moeten het ook een beetje behapbaar voor iedereen houden. En je moet ook proberen dat als we het dan doen, dan wil het publiek ook gewoon 8 onwijs leuke verhalen. En ga je de intensiteit vergroten, dan loop je het risico dat er wat inflatie misschien optreedt. En dat het dan een beetje een moedje wordt. Dat willen we niet. Dus we willen echt zoiets hebben van, leuk, we gaan het weer doen. Maar je ziet wel ook met andere voorbeelden in het buitenland met dit concept, echte verhalen vertellen, dat je het met bepaalde doelgroepen soms nog wat kan verdiepen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan het een keer op een school doen en dan laten we pubers echte verhalen vertellen aan elkaar. Of we hadden nu met 2 mei in het kader van de bevrijdingsfeesten, hadden we het doel om waar gebeurde verhalen uit de oorlog ook nog weer te delen met elkaar. Nou, die plannen zijn allemaal helaas in het water gevallen vanwege de coronamaatregelen. Misschien dat we dat volgend jaar nog een keer doen of zo. Maar goed, je kan met doelgroepen nog hele leuke dingen, denk ik, doen. En wat we ook, wij zijn eigenlijk lopen we een beetje met dit, zal ik maar zeggen, streekgebonden, echt gebeurde verhalen. Ja. Lopen wij een beetje voor in Nederland. Er zijn kleinere initiatieven elders, maar meestal maar eenmalig. En er zit niet zoveel structuur achter. Dus wij hebben daar best wel nu lang over nagedacht en veel praktijkervaring van hoe doe je dat nou? We hebben daar ook een prijs mee gewonnen, want we werden het leefbaarheids eerste plaats van Gelderland. Gelderland, ja. Hartstikke leuk. En we gaan ook nog op voor een landelijke prijs. Omdat we dan provinciaal prijswinnaar zijn, worden we ook nog landelijk zijn we genomineerd. Nou, we hebben tegen elkaar gezegd, mochten we die landelijke prijs nou ook winnen, dan willen we kijken of we een deel van dat geld kunnen gebruiken om wat wij nou hebben opgebouwd aan ervaring, om dat eigenlijk te gaan uitzetten naar andere regio's in de vorm van workshops, masterclass. Van hoe doe je dit nou? Wat zijn dan de spelregels? Hoe zoek je die mensen bij elkaar? Hoe maak je een podcast? Waar moet de presentator op letten? Hoe doe je het met het licht, met het geluid? Mm-hmm. Want eigenlijk is het allemaal niet zo spannend. Maar om het maar eens even allemaal te doen in één keer, dat is best wel voor veel mensen even een brug te ver. Ja. En als we nou zo'n masterclass hebben, dat je gewoon zegt, jongens, hier heb je in één keer een draaiboek. Vind je het een leuk idee? Ga het dan gewoon doen. Ja. Dan zouden we dat als een soort olievlek nog verder over Nederland kunnen krijgen. Wat dat betreft plannen genoeg dus. Ja, en ik heb veel mensen gesproken, ook buiten de regio, die zeggen, joh, wat is dat een leuk initiatief, dat moeten wij eigenlijk ook doen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld ook met het concept dorpsquiz of dorpspubquiz. Ja, een beetje dingen. Pub, ja. Dat wordt nu ook heel groot en dat gebeurt ook op allerlei plaatsen ineens. En dat is ook eigenlijk natuurlijk jaren geleden ergens bedacht van, hey, dat gaan we dan met het hele dorp doen als een soort grote puzzel en met een grote prijsuitreiking en taarten bakken voor elkaar en hahaha. En daar kan je ook zelfs die draaiboek kan je zelfs nu gewoon commercieel kopen om je hele dorp aan gang te zetten. Nou, wij willen met Vertel Mij Wat geen commercieel verhaal ervan maken. Maar als we nou die prijs winnen, dan hebben we net wel even de slagkracht om te zeggen, hup, we rijden naar Tietje Extra Deel en we gaan het daar ook vertellen. Ja. Maken we een mooi draaiboek en weet ik veel meer. Dat is natuurlijk ook weer een hoop werk. Ja, maar wel prachtige plannen, laten we eerlijk zijn. Ja, eerlijk gezegd, ik bruis van de plannen. Aan de andere kant, het is gewoon nu wat het is. En het is al heel mooi. Ja. Dus je moet ook niet elke keer zo willen ontwikkelen. Want
we willen ook vooral doorgaan wat we deden. En op dit moment, en dat is het leuke, na anderhalf jaar tijd hebben we met meer dan 10 bijeenkomsten, hebben we toch alweer tussen de 60 en 70 podcasts online staan. Het is allemaal gratis. Je kan daar inmiddels uren naar luisteren. En we hebben inmiddels al meer dan 20.000 luisteraars gehad die dus op eigen manier en eigen tijd daar gewoon gratis naar luisteren. Kan op iedere telefoon. Ja, hartstikke simpel. Dat is natuurlijk het voordeel van een podcast, hè? Dat je, als je al ga je, ben je midden in de nacht wakker, dus niet aan te raden, maar je kan wel denken van, goh, ik kan niet slapen, ik zal dat eens luisteren. Mensen, allemaal mensen die het op hun eigen manier luisteren. De een zegt, oh, heerlijk, dan moet ik een 3 kwartier naar mijn werk en dan zit ik in de trein en dan doe ik mijn dopjes in en dan kan ik lekker luisteren. Dan kom ik helemaal verrijkt en energie kom ik aan. Ik luister zelf heel graag podcasts in de auto. Als ik een lange autorit moet maken, dan kan ik heerlijk even, niet wegdromen in een verhaal. Maar je kan wel even gewoon lekker in een verhaal zitten. Je hebt daar even de tijd voor. Mm. Bij het strijken is het heerlijk. Hè? Als je dan toch een half uur moet strijken, zet een podcast aan, heb je een mooi verhaal gehoord. En ondertussen is je hele strijk goed gedaan, weet ik veel. Dus iedereen heeft dan zijn eigen manier om daarnaar te luisteren. Het is wel soms een beetje wennen, want heel veel mensen zijn eigenlijk gewend om tv te kijken. Mensen snappen nu wel, hey, tv kan ook on demand met Netflix en weet ik het. En eigenlijk is podcast natuurlijk radio on demand. Je kan dus eigenlijk luisteren naar wat jij wil. Ja. Zonder reclame, zonder gedoe, zonder afkap. Je weet eigenlijk precies waar je aan toe bent. En dan heb je heel veel verteld, behalve waar we het kunnen vinden. Ja, ik zal het je gewoon laten zien. Kijk, dit is gewoon een gemiddelde smartphone. Ik zal hem even aanzetten, zo, met van die appjes. Dat kent iedereen. Nou, bij de iPhone is dat een paarse ding, dat je naar de podcasts gaat. Maar op een Android heet het dan weer anders. Maar eigenlijk op iedere standaard smartphone, die 97% van Nederland nu heeft, zit een app waarmee je podcasts kan luisteren, kan zoeken. En daar zit dan altijd een zoekfunctie in. Die zit hier rechtsonder bij de iPhone. En dan kan je hier in het zoekvenster vul je vertel mij wat in. En dan krijg je gewoon al die afleveringen. Dan kan je klikken op laat me alle afleveringen zien, of alleen de laatste, of ik sla die en die over. Nou, dat wijst zich allemaal vanzelf. Je kan hem abonneren. Dat is gratis ook allemaal. Maar dan druk je erop. En dan krijg je een pingetje of een alarmpje van, hey, er zijn nieuwe uitzendingen. Enzovoort. Ja, als je eenmaal een beetje dat in de gaten krijgt. En als je dan denkt, ja, dat snap ik niet, vraag dan even je kleinkind of je buurvrouw even van, joh, weet jij dat toevallig? Je ziet dat podcast heel snel heel populair wordt. Dat hoor je heel veel. Hebben jullie ook een website trouwens? Ja, dus vertelmijwat.net. Daar staan ook al die verhalen. Daar staat ook op hoe ga ik dan podcasten. Daar staat op wanneer hebben we de volgende bijeenkomst. Mooie foto's, van alles erop en eran. Die website wordt gemaakt door Charlotte Vonk. Die is ook mede-organisator. En Anja Kielestein, die is ook in de organisatie heel actief betrokken. En Anja doet vooral de redactie en het binnenhalen van sprekers en het begeleiden van de sprekers. Ja, en als mensen nou zelf een mooi verhaal hebben, dan kunnen ze zich melden bij jullie? Ja, dan ga je naar vertelmijwat.net. Daar staat ook een e-mailadres. En dan kan je je aanmelden en dan kan je even contact leggen. We hebben ook een Facebookpagina. Dus als je naar Facebook gaat en in de zoekbalk tik je vertel mij wat in, kom je ook op onze Facebookpagina uit. Dan heb je ook gelijk contact met ons. Je kan mij bellen. Ik sta op LinkedIn en op Facebook en weet ik het. Dus weet je, als mensen ons willen te vinden, dan lukt het altijd wel. Wat we ook soms proberen is dat als we ergens te gast zijn, dat we dan in de locatie met clubs die er al zitten even een lijntje leggen en zeggen, joh, hebben jullie dan nog leuke sprekers of contacten enzovoort. Want het is natuurlijk ook altijd leuk dat als we in een dorp zijn, dat er dan een aantal mensen uit het dorp zelf een paar mooie verhalen van vroeger vertellen. Ja. Prachtig verhaal vind ik ook van zo'n oude baas die uit Leerdam, hij woont in het veld dan verderop, maar die vertelt dan over vroeger, en hij is inmiddels ver in de 80, maar dan vertelt hij dus hoe hij vroeger zijn vrouw heeft ontmoet, uitgezocht of geschaakt, zou ik maar zeggen. En dan vertelt hij dus dat je dan vroeger in Leerdam had je een park waar je dan een soort ovale ronde had. En op vrijdagavond, dan ging dus gewoon alle pubers, die gingen daar rondjes lopen. Want daar kon je dan, als je daar klaar voor was, omdat je dan een
boerenzoon was van 17, 18 en je moest de wijde wereld in. Dan ging je dus daarheen om een mooie dame uit te zoeken. En die dames die liepen daar ook gearmd rond. En als je dan elkaar daar in de ogen keek en na drie rondjes zoiets had van, nou, ik vind jou wel leuk, dan ging je arm in arm lopen en voor het weten kon je dan je huwelijk aankondigen. En hij vertelt dat ook, dat dat bij hem zo is gegaan. Geweldig. Al meer dan 60 jaar, hartstikke gelukkig getrouwd is. Dat is een beetje de oude vorm van onze dating-apps die we tegenwoordig gebruiken. Ja, dat ging vroeger dus. Maar dan kwamen ze dus van heinde en verre uit de velden. Want dat had toen geen auto's of geen niks. Dus mensen moesten allemaal dan met de fiets of te paard naar Leerdam, mm-hmm, of lopend. En dan kon je daar vrijdagavond uit. Ja, ik vind dat zijn geweldige verhalen. Dat kan je dus ook nu bijna niet voorstellen. Nee. Wat voor een maatschappelijke ontwikkeling we allemaal niet hebben gehad. Maar de mensen die dat allemaal echt beleefd hebben en dat zo ging vroeger, ja, die zijn er ook nog steeds. Geweldig. Ja. Nou, ik ga dit verhaal, want dat vind ik wel een hele bijzondere, die ga ik luisteren. Ja, de huwelijksmarkt in Leerdam. Hij is dit aflevering, nou, uit mijn hoofd, ergens in de 50 zal hij zitten. We gaan kijken. Mag ik jou bedanken voor dit gesprek? Ja, natuurlijk. Ja.